Het platform Vrouwen Kunnen Alles heeft afgelopen zaterdag getoast op het Jaar van de Vrouw en het project Dochters van Dordrecht. In 2018 stond onze stad geheel in het teken van de vier zonen van Dordrecht. Kees Budding, Aart Alblas, Otto Dieke en Cors Monster. Reden om deze mannen in het zonnetje te zetten was dat ze precies 100 jaar geleden geboren werden. Het hele jaar door werden er activiteiten georganiseerd, waaronder een tentoonstelling in het museum, een film en een theaterstuk. Maar dit jaar moet het helemaal anders. Het is tijd voor de Dordtse vrouwen. In het weekend van 8, 9 en 10 maart, dan zijn er heel veel activiteiten. En ook, denk ik, hele leuke activiteiten. Zoals in de movies, een film, een discussie en dans. Wandeling is er ook nog en in diverse locaties. En 's avonds is dan Marianne Nobel op de Power Stage in het Energiehuis in het kader van Dochters van Dordrecht. Marianne met haar dochter. Vinden we heel leuk dat ze dat georganiseerd hebben. Ook de rest van het jaar wordt er nog van alles georganiseerd. Daarbij wordt ook bekendgemaakt wie de Dochters van Dordrecht worden. Oftewel welke vrouwen in het zonnetje worden gezet. Het zijn er nu een stuk of 50, vooral vrouwen uit het verleden, maar ook zeker van nu. En het zijn hele verschillende vrouwen. Het is niet alleen maar oudheid, het is ook nu ondernemers uit de kerk, uit de sport, ook uit de schaakwereld is er iemand genomineerd. En mensen kunnen zich aanmelden via info@dochtersvandordrecht.nl en of ze dan willen zeggen waarom. En de dochters moeten een sterke binding met Dordrecht hebben, iets betekend hebben voor Dordrecht. En er moet een verhaal over te vertellen zijn. Wie moeten het worden, de Dordtse dochters? Ik ben een van die genomineerden. En waarom bent u genomineerd? Omdat ik het lokale voedsel op de agenda zet, samen met twee andere dames, Jette en Annette. Nou, bijvoorbeeld, ik vind, er zijn een heleboel Dordtse vrouwen, zijn echt kanjers. Ja, noemen ze wel even namen. Bijvoorbeeld Top Naaf, hè? Die heeft een heel klein achterafstraatje gekregen, de naam althans, een heel klein achterafstraatje, ergens bij dat, hoe heet het daar ook weer? Ja, jij bent historicus. Ja. Bij Villa Augustus. Villa Augustus, ja, dat weet jij wel. Bij Villa Augustus, ja, een heel klein straatje. Zo'n vrouw verdient gewoon veel meer. Ik zou heel graag willen dat Gemma Mensel erop komt. Gemma was een vrouw die heel actief was in Dordrecht, in de Tweede Wereldoorlog met haar familie. Voor vrouwen specifiek, ik ken haar van het opzetten van de eerste peuterspeelzalen. Ze zat in de culturele raad, ze zat in de gemeenteraad. Ze was heel betrokken bij Brood en Rozen. Zet Gemma Mensel maar op. Er moet uiteindelijk een blijvende herinnering in de stad komen die verwijst naar alle powervrouwen van Dordrecht. Zometeen na het nieuws is u in dit weekend in Dordt een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.